We zijn op Sint Joost in Breda op een kunstmarkt om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Syrië en Turkije. We hebben vorig jaar hier op Sint Joost een kunstmarkt georganiseerd al voor Oekraïne destijds. Na de resultaten van vorig jaar dachten we, ja, dit kunnen we gewoon heel goed weer doen. Een tijdje geleden zag ik de reclame van Giro 555 en ik had zoiets van, waarom doen we het niet eigenlijk nu weer, maar dan voor Turkije en Syrië? Het probleem is er nog steeds, de hulp is nog steeds nodig en ze kunnen altijd hulp gebruiken. En toen is het balletje heel snel gaan rollen en nu zijn we hier. Er worden foto's verkocht, illustraties, sieraden, eigenlijk alles wat hier op school gemaakt wordt. Het is natuurlijk altijd een beetje afwachten hoeveel mensen er komen, maar toen ik de eerste paar mensen zag verschijnen dacht ik wel van ja, oké. Toch wel een beetje kriebels, hè? Ja, het voelt heel bijzonder. Het geld wordt opgehaald, dat wordt allemaal direct gedoneerd aan Giro 555. We hebben QR-codes op posters, maar ook QR-codes daar hangen. Die scannen de mensen die werk willen kopen en dan wordt het gewoon direct gedoneerd. Dus het gaat niet eerst via ons, het is gewoon direct bij Giro 555. Ik ben zelf uit Syrië. Ik ben hier mijn tekeningen aan het verkopen om iets te doen voor die mensen. Mensen vinden het leuk en kopen het gewoon. Ja, dat is geweldig. Mensen willen vaak niet uit hunzelf doneren, ook al is het maar een euro of twee. Maar als je zo'n printje erbij krijgt als een soort van reward, dan willen mensen wel heel groot gaan helpen. Ik sta hier mijn Lino-truck te verkopen. Vorige week was ik hiermee bezig en dacht ik, nou, eigenlijk is het wel leuk om dit te verkopen op de kunstmarkt. Ik denk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. En wij kunnen dat natuurlijk heel goed door onze creativiteit te uiten. Mensen hebben er iets leuks voor terug en je draagt bij aan een goed doel. Dat is eigenlijk gewoon drie vliegen in één klap. We waren al best wel tevreden toen we zagen hoeveel mensen zich hadden ingeschreven om überhaupt te komen verkopen. En dat brengt automatisch ook inloop van andere mensen mee. Dus toen waren we al heel erg trots. En nu dat het echt gebeurt, nog trotser natuurlijk.